Ik sta hier voor het kasteel in Chases, in Letterland. En dit kasteel is in het jaar 1209 gebouwd bij de Livonische Federatie. En in 1237 werd het eigendom van de Teutonische Orde. Nou, het kasteel heeft jarenlang dienst gedaan als verdediging en woonplaats van ridders. En in het jaar 1577 werd dit kasteel voor een deel vernietigd door Ivan de Verschrikkelijke. Waarbij dus het kasteel onder beleg werd gehouden eigenlijk. En waarbij dus de mensen die in het kasteel zaten er eigenlijk niet in en uit konden. En vervolgens hebben dus 300 inwoners van het kasteel zichzelf opgeblazen met buskruid. En dat was een tragische gebeurtenis wat zich in dit kasteel heeft plaatsgevonden. Ik zal vertellen over wie Ivan de Verschrikkelijke was. Want hij moet hier ergens gestaan hebben tijdens het beleg. En Ivan de Verschrikkelijke was de Russische tsaar tussen 1547 en 1584. Hij werd ook de Verschrikkelijke genoemd omdat er natuurlijk heel veel verschrikkelijke dingen zijn gebeurd tijdens zijn bewind. En hij is uiteindelijk hier omgekomen bij een schaakspel. Er zijn twee verhalen. Volgens het ene verhaal is hij vergiftigd tijdens het schaakspel. En bij het andere verhaal kreeg hij een beroerte tijdens het schaakspel. Hij heeft een aantal vreselijke dingen gedaan. Hij heeft onder andere de bevolking van Novgorod heeft hij uitgemoord. Hij had altijd een strijd met de bojaren. Dat was dan een Russische stam. Die hij verantwoordelijk hield voor onder andere zijn slechte jeugd. Want zijn vader die overleed al op 3-jarige leeftijd. En de bojaren hebben toch zijn jeugd... tijdens zijn jeugd hebben ze geprobeerd de macht te grijpen. En zijn toen in dat machtsvacuum gesprongen. En daar had hij veel problemen mee. En hij is niet voor niets zo geworden door zijn moeilijke jeugd. En het andere verhaal is dat hij uiteindelijk zijn eigen zoon zou hebben vermoord. Nadat hij ervoor gezorgd had dat zijn schoondochter een miskraam kreeg. Nadat hij hard te hard had geslagen en zijn zoon dat verhaal kwam halen en hij vervolgens zijn zoon had vermoord. Nou, dat is dan het verhaal, maar volgens Ivan is dat uiteindelijk ook door de bojaren gebeurd. En heeft hij ook echt om zijn zoon gerouwd. Dus er zijn dan weer twee verhalen, maar het feit dat hij uiteindelijk zijn zoon had vermoord klinkt het meest aannemelijk. Hij is uiteindelijk 6 keer getrouwd geweest, waarvan met zijn eerste vrouw Anastasia Romanovna 13 jaar. En die overleed in 1560, ongeveer halverwege zijn bewind. En die verschrikkelijke daden vonden eigenlijk vooral plaats nadat zij was overleden. En toen werd Ivan de Verschrikkelijk krankzinnig. En besloot hij ook tot onder andere een oorlog tegen Livonië, tegen de Livonische orde. En veroverde onder andere dus ook dit kasteel. En meerdere kastelen in het huidige Letland en Estland. En de mensen waren uiteindelijk zo bang voor hem, want de verhalen gingen dat hij echt meedogenloos was. Dat ze uiteindelijk zichzelf maar hebben opgeblazen. In het kasteel. De mensen die deden ze nog liever dan zich overgeven aan Ivan de Verschrikkelijke. Dus je moet je voorstellen hoe wanhopig de mensen destijds zijn geweest. Nou, dit is dan zeg maar de plek waar de 300 mensen in het kasteel zichzelf opgeblazen hebben. En dat is hier gebeurd. En er is hier toen ook een kamer gevonden, waarbij dus 3 vrouwen en 2 kinderen zijn gevonden,
de resten daarvan. In 1974 pas. En ja, die wilden zichzelf niet opblazen. En die hebben zich om te komen bij de explosie, zichzelf verscholen in een kamer eronder. En door de kracht van de explosie stortte het dak in. En zijn ze daar alsnog bij omgekomen. En die botten zijn pas eeuwen later gevonden. Dus Ivan de Verschrikkelijke heet niet voor niets Ivan de Verschrikkelijke. Omdat veel verschrikkelijke dingen gebeurden. Nou, de muren staan nog mooi overeind van het kasteel. En de eerste etage was dan onderdeel van de kapel. En op de tweede etage sliepen dan de mensen die in het kasteel woonden. En daar had je dus de poort met een trap die dan naar beneden liep. En in de binnenplaats werd dan groente en fruit verbouwd. Maar het was ook gewoon een plek om gewoon rond te lopen. En in de toren op de derde etage verbleef dan de kasteelheer. En boven op de vierde etage bij het dak was zeg maar de verdediging. Dus daar stonden dan de schutters en die hielden dan alles in de gaten. En dan had je dus vier van die torens. Dus in elk van die hoeken zeg maar. Nou, hier heb je dan een beetje, die is dan ontbreekt alleen de dakconstructie zeg maar. Nou, dit is dan zeg maar het dak. Helemaal met hout bewerkt. En hier heb je dan het uitzicht. En dan kon je best wel ver kijken. En hier konden ze dan ook in 1577 zien dat het kasteel onder beleg was. En hier kon je dan op de binnenplaats kijken. En kon je dan de andere torens zien. Maar dit liep dan uiteindelijk helemaal rond, hè. Dus hier stonden dan de soldaten op wacht. Nou, dan moet je hier kijken. Dan kun je zien, zeg maar, dat dan de soldaten daar gestaan hebben. Bij het beleg, zeg maar. Die van de Verschrikkelijke. Die dan daar stond te wachten. Het kasteel omsingeld hield. En de mensen die dan uiteindelijk geen kant op konden. Toen maar uiteindelijk besloten is zichzelf op te blazen. Als laatste optie. Nou, wat leuk is in dit kasteel is dat je een lampje meekrijgt. Om waarmee je dus in het donkere kasteel kunt kijken. Dat heb je wel nodig hier. In die donkere gangen. Dus het is echt heel bijzonder om te bezoeken. Zeker in de winter. Ik ben ook echt de enige. Je kunt dus echt dan naar beneden kijken. Je ziet nauwelijks een hand voor ogen. Dus je moet even goed voorzichtig die trap aflopen. Maar nou ja, zo ziet het er dan zeg maar uit. Nou, dit is dan de derde etage. De kamer van de kasteelheer. Dus dat is wel een groot verblijf. Nou, en daarboven had je dus nog de toren. Waar dan de soldaten in zaten. Nou, en hier hebben we dan een voorbeeld van een Livonische ridder. Nou, je kunt de helm zien met het harnas van ijzer. Met de jas eroverheen, met het wapen van de Livonische Federatie. Dan een zwaard. En vervolgens beenstukken, ook van ijzer, met ijzeren puntschoenen. Dus zo zag een gemiddelde Livonische soldaten dan uit. En gewone ridder. Dus
Ja, dit is zeg maar dus een, ja, een ridder van de Livonische en het later ook uiteindelijk de Teutonische orde. Nou, dit is zeg maar een van de meest effectieve wapens uit de middeleeuwen. En meest dodelijke wapens, de kruisboog. En nou, dit verving dus zeg maar de traditionele pijlenboog. En op het plaatje kun je zien hoe dat dan ging. En dan stonden ze dus bovenop de muur en konden ze dus vijanden van grote afstand ja, dodelijk raken. Het werkt eenvoudig. Je ziet daar een groot elastiek. En die span je dus vervolgens achter de pijl, in dat ding zeg maar, dat gat. En vervolgens staat er de spanning op en hoef je alleen maar af te vuren. En ja, schiet je de pijl met een hoge snelheid weg en raak je je vijand dus dodelijk. En dit wapen is ja, veel gebruikt in de middeleeuwen. En uiteindelijk is het overbodig geworden door de uitvinding van het buskruid, waarbij dus het vuurwapen kwam. Maar ten tijde dat het musketten was, in het begin zeg maar, van de vuurwapens, heeft de kruisboog en het musket heeft gelijktijdig bestaan. Dus ja, hier zie je dus echt een hele mooie kruisboog die nog ja, goed intact is. Ik sta bij het kasteel van Turaida in Letland. En dit is een belangrijke kasteel op de route van Riga naar Tallinn. En ja, dit kasteel ligt dan aan de Gauja-rivier. En vormt dus ja, een belangrijke bescherming voor dit gebied. En ook een plek waar de ridders verbleven. Het kasteel is in 1214 gebouwd. En de voorste toren, de noordelijke toren, is in de 15e eeuw eraan vastgemaakt, zeg maar. Nadat zeg maar, het buskruid zijn introductie deed in Europa en er ook vuurwapens werden ontwikkeld. Waardoor er extra verstevigingen nodig waren. En zodoende is dus die toren erbij gekomen. Het kasteel hoorde bij de Livonische orde. En toen het uiteindelijk samen ging met de Teutonische orde, was dit dus ook een belangrijke plek waar vandaan dus veldtochten richting Litouwen en Polen werden georganiseerd voor het voeren van oorlog. Want in 1210 vond dus de slag bij Grunwald plaats en die werd dus verloren. En na afloop van die verloren slag hebben ze dus onder andere ook dit kasteel gebouwd om te voorkomen dat de Litouwers richting het noorden zouden optrekken. Dus als extra verdediging. En net als het kasteel in Bauska, die is dan weer later gebouwd. Maar dit is zeg maar ja, het kasteel in Turaida. Nou, dit is dan zeg maar de binnenplaats van het kasteel van Turaida. En zoals je ziet zijn er dus houten loopbruggen aan de stenen muur vastgemaakt. In 1796 vond er een grote brand plaats, waardoor ja, eigenlijk alle houten onderdelen van het kasteel zijn afgebrand. Nou, ik bevind me bovenin de toren nu. En zoals je ziet loopt daar de Gauja-rivier. En, nou, het kasteel ligt heel mooi op een heuvel aan die rivier. En dat was dus ook een tactische plek, want je kon je ook mooi voor het water verplaatsen. Zoals je ziet is dit de middenloop van de rivier, want je ziet het meanderende proces. En dat kun je heel mooi zien met die bochten. En dus het proces van erosie en sedimentatie langs de oevers van die rivier. En uiteindelijk zal die zich steeds dieper gaan insnijden. En zal de rivier een andere loop krijgen. Maar op dit moment ja, is dit zeg maar de loop van de rivier. Nou, dit is dan de binnenplaats van bovenaf. Dus ja, hier vandaan kon je helemaal over de
over het gebied uitkijken, over de bossen bij Gauja, bij Sigul daar. En als je helemaal die kant op gaat, kom je bij Chesis, bij het kasteel van Chesis. Maar dan moet je de rivier nog veel verder helemaal afvaren. Dus dan kom je uiteindelijk in Chesis uit en dan heb je daar dat andere kasteel. Dus ja, die kastelen stonden op die manier allemaal in verbinding met elkaar. Hè? Zo in de middeleeuwen, en zo kon Livonië ja, goed bestuurd worden en voorzien worden van even voedsel onder andere, maar ook van vond er ook handel plaats tussen die kastelen en verplaatsen de ridders zich zeg maar van het ene kasteel naar het andere kasteel. Gebeurde ook over land, maar ook zeker via de rivier. Nou, en hier zie je dan hoe de kastelen met elkaar in verbinding stonden. Hè, dan. Je hebt dan het kasteel van Bauska. En dan ga je noordelijker. En dan hebben we dan het kasteel van Sigulda. En dan, als je dan de rivier afvaart, kom je uiteindelijk bij het kasteel van Chesis uit. En uiteindelijk kom je dan nog noordelijker. En dan ga je richting het huidige Estland. Dus je ziet hoeveel, hoeveel dorpen en kastelen er ook in die tijd stonden. En dit was dan zeg maar, de markering waarmee je dus de route had zeg maar, van het ene kasteel naar het andere kasteel. Nou, dit is dan de kaart van het oude Livonië. Waar je dus Sigulda ziet liggen en Chesis. En de huidige hoofdstad Riga, de hoofdstad van Letland. En dat zijn allemaal dorpen en ook plekken waar ook kastelen stonden. En dan ga je noordelijker. Dan kom je uiteindelijk uit in Pernava, het huidige Pärnu. En dan heb je ook nog Tallinn, wat toen de Revele heette. Dus zo zag het er dan van de 13e tot de 16e eeuw uit. Het Livonische Rijk. En dat bruine hoorde dan bij het bisschopdom dat bij de Teutonische Orde hoorde. En het rode hoorde dan bij het bisdom van Riga. En dan had je ook nog het gele deel dat hoorde bij het bisschopdom van Dorfat. En dan had je nog de, wat zijn dat, grijs-paarse. Dat hoorde dan ook bij Riga. Dus ja, ze behoorden dan tot verschillende bisschopdommen. Maar ze vormden uiteindelijk een federatie. Hè? Daarom heet het ook een federatie. Dus de verschillende bisschopdommen vormden dan gezamenlijk dus de Livonische Federatie. Ik sta voor het kasteel in Bauska, in Letland. En dit kasteel is ja, geheel gerestaureerd. Nadat het is verwoest tijdens de Grote Noordelijke Oorlog in 1706. En het kasteel werd in 1874 gekocht en weer gerestaureerd en in oude staat hersteld. En dit is dan een goed voorbeeld van hoe je een oud kasteel weer in originele staat kunt herstellen. Dus het ziet er prachtig uit. Het kasteel is gebouwd tussen 1443 en 1450. En nadat zeg maar de Pools-Teutonische Oorlog werd verloren, die duurde tot van 1431 tot 1439. Waaraan dus ook de slag bij Grunwald vooraf ging in 1410. En dat zorgde eigenlijk voor het verval van de Teutonische Orde. En, ja, en de teruggang van de Livonische Orde. Dus ze moesten hun verdediging aanpassen. En als gevolg daarvan hebben ze dus dit kasteel gebouwd om het zuiden te beschermen. Nou, het kasteel ligt zeer tactisch gelegen tussen de Menelus, moeilijk om uit te spreken, en de Musa rivier. En het kasteel heeft een, ja, ligt dus zeer tactisch op hoogte. En er is beter over nagedacht dan bij het kasteel van Kaunas. En zoals je kunt zien is hier eigenlijk een dijk. Het is geen dijk, het is een muur waarbij dus de verdedigingswerken daarbovenop stonden. De verdediging, maar ja, het dient tevens als een dijk. Als je kunt zien,
staan hier nog twee kanonnen. En ja, hier vandaan konden ze zeg maar het kasteel ook beschermen. Dus het kasteel in Bauska. Dit was dus uiteindelijk heeft dat wel ja, zijn doel gediend eigenlijk. In de periode dat het kasteel werd gebouwd, vond de 100-jarige oorlog plaats, hè, tussen Frankrijk en Engeland. En vonden in delen van Europa de Renaissance plaats. En ja, was halverwege de 14e eeuw was het de pestepidemie. En ja, de periode daarna was er eigenlijk in West-Europa was eigenlijk een groot deel van de bevolking was overleden. En ja, die hadden vooral daarmee te maken. En in het oosten van Europa had je dus echt de Pools-Teutonische oorlog en de Litouwen en de Livonische oorlog, zeg maar. Dus ja, dat zijn eigenlijk twee lijnen die gelijktijdig lopen en een beetje langs elkaar heen lopen. Later zijn ze samengekomen tijdens de Grote Noordelijke Oorlog in de 17e en 18e eeuw. En is dus het kasteel in 1706 dus, ja, verwoest. Nou, ik sta hier op de binnenplaats. En zoals je kunt zien, heb je hier zeg maar de oude toren. Ja, die is overeind blijven staan. En na de aanval in 1706. En dit is zeg maar het gerestaureerde deel van het paleis, zeg maar. Hè. Dus je hebt dan het kasteel en hebben ze dus het paleis eraan vastgemaakt. Dus met die torens. Ja, die zijn dan weer nieuw. En aan die kant ook. En zo moet het er dus destijds uitgezien hebben toen het was gebouwd. In de late middeleeuwen. En dit hebben ze dus helemaal hersteld. Een enorme operatie geweest. En daar heb je dus zeg maar dat oude deel helemaal van steen gemaakt. Dus dat is, ja, dat is prachtig om dat oude en het nieuwe samen zo te zien. Er zijn maar weinig kastelen die dat hebben. En hier kun je dat dus vinden. En de Baltische Staten zijn sowieso een fantastische bestemming voor middeleeuwenliefhebbers. En voor mensen die daar die ervan houden en daarin geïnteresseerd zijn. Er is veel te ontdekken. Er zijn vele verhalen die hier die te vertellen zijn. Veel dingen gebeurd. Dus ja, dit is zeker een bestemming om te bezoeken en om je op je bucketlist te zetten.